Hallo, ik ben Joni van VAB en vandaag heb ik een vraag voor de steden in België. Wanneer gaan we beginnen met het parkeerbeleid te diversifieren naar verschillende groepen toe? De bewoners, de pendelaars en de toeristen. Ik ben hier in Bologna en zij hebben al heel wat ervaring met dat gediversifieerd parkeerbeleid. Daarom ga ik eens kijken hoe ze dat aanpakken in de theorie en in de praktijk. Park and Ride, 5 kilometer buiten Bologna. Voor 1,5 euro kan je hier je wagen parkeren en de bus nemen die elke 5 minuten komt om je naar het centrum te brengen. Bovendien worden er ondertussen al 40 elektrische bussen ingezet om je naar het centrum te brengen. In Italië, zoals hier in Bologna, mogen enkel bewoners de stad binnenrijden. Dat wordt gecontroleerd met een videosysteem. Als je als toerist de stad binnenrijdt, kan je daar een boete voor krijgen. Er zijn echter 3 parkings hier in Bologna waar je naartoe kan rijden zonder die camera's te passeren. En dit is er 1 van. Zijn er 3 verschillende manieren van parkeren. Pendelaars die blijven buiten de stad, parkeren in een park and ride en nemen dan een vlotte busverbinding richting het centrum. De bewoners mogen in het centrum parkeren en dat wordt gecontroleerd met camera's. Toeristen mogen ook de stad binnenrijden via speciale routes die richting grote parkeergarages leiden. Dankzij dit gediversifieerde parkeerbeleid rijden er momenteel 30% minder auto's het stadscentrum van Bologna binnen. Dat komt de leefbaarheid ten goede en dus kunnen we een voorbeeld nemen aan deze stad in onze gemeenten en steden in België. Ondertussen ben ik terug in België en ik vraag mij toch af wat minister Krevits denkt van het parkeerbeleid in onze grote steden. We zijn in Bologna geweest en daar voert men een parkeerbeleid waarmee men rekening houdt met langparkeerders die op park and rides buiten de stad parkeren, maar ook kortparkeerders die binnen de stad naar een centrumparking worden geleid. Nu, daarvoor heb je natuurlijk wel goede park and rides en een goed openbaar vervoernetwerk nodig. Wat zijn uw plannen in die richting? Het zal in de toekomst heel belangrijk zijn dat de Vlaamse overheid goed samenwerkt met steden en gemeenten om die parkeerdruk wat lichter te maken. Een parkeerbeleid is nodig, niet alleen voor auto's, maar ook voor fietsen uiteraard. Wat de bereikbaarheid van de grotere steden betreft, ik denk nu bijvoorbeeld aan Antwerpen, zijn we volop aan het investeren in goede tramverbindingen, zeer goede voorzieningen voor het openbaar vervoer. Maar ook hier moet je ervoor zorgen dat waar een tramverbinding start, dat daar voldoende parkeergelegenheid is voor auto's, zodat mensen echt gestimuleerd zijn om de auto te stallen op een plaats waar het goedkoper is, maar van waar ze zeer makkelijk het openbaar vervoer kunnen nemen tot in het hart van de stad. En dat zijn zaken waar Vlaanderen absoluut op inzet en waar wij ook in de komende jaren hopen de vruchten van te plukken.